Nou, daar gaat hij. Interlude sectorbond. Schipper Speyer, wat heeft u voor motor? Dit is een Industrie 4VD6A. En hoeveel vermogen heeft hij? 200 EPK. En hoe oud is hij? De motor is van 1944, dus 76 jaar oud op dit moment. Ik begreep dat het een soort oorlogsslachtoffer is. Ja. Ja, dat is een dat is een verhaal dat je gaat dat deze motor in de oorlog verstopt is geweest in de hooiberg, onder het hooi. En de meerdere onderdelen heb ik begrepen uit de oorlog van andere motoren. Want de Duitsers die waren natuurlijk wel aardig geliefd voor, want later in de oorlog was er natuurlijk een groot materiaaltekort voor de oorlog. En die hebben ze verstopt. Dus ik denk dat die na de oorlog eruit is gehaald en dat ze toen in elkaar gezet hebben. Dat is het verhaal dat ik gehoord heb. Nou, dan gaan we dus even de motor een beetje olie geven. Nou, het afsluitertje open. Zo. Dan gaan we hiermee de lares, nokkers en alle drijvende bewegende delen in de katten. Die gaan we een beetje olie geven. En wachten we een pomp en eslang door. Een beetje druk opgebouwen. Gewoon nog een beetje opkomen. Zo, dan zijn we nou op druk. Dan gaat de afsluiter weer dicht, want als je die niet dicht zet, dan gaat de motor die gaat de olie naar je pomp weer terugbouwen. En dat willen we niet hebben. Zo. Nou, dan gaan we nu de zuigers olie geven. Want die krijgen dan ook een klein beetje olie voor het starten. En het lagen van de koelwaterpompen, die wordt hier ook mee gesmeerd. Zo, dan zijn we gestopt. En dan als we dan de motor starten, dan doet de motor de rest van het werk met een excentriek. En dan blijft hij gewoon doorsmeren. En dan moet ik alleen zorgen dat hij bijgevuld blijft op niveau met de smeren. Nou, dan gaan we dus de timelapse smeren. Met smeerolie. Dan gaan we de kleppen weer dicht doen. Voor het vuil, stof. Zo. Zo, dan gaan we naar de kleppen. Daar hebben we weer een andere kan voor. Namelijk met de helft peterolie en de helft smeerolie. Dat heeft te maken met dat als je alleen maar olie gebruikt, dan dat heleboel koek in je uitlaat geeft. En die peterolie zorgt er namelijk voor dat weer een beetje verbrandt. Dus leuk om te weten. Zo. Nou, dan gaan we dus de brandstofpomp smeren. Dus op deze manier. Hier zitten namelijk geleiders in, die moeten gesmeerd worden naar de nokkas. En dan doen we ook de regelstoon, die gaat dus dadelijk heen en weer met gas geven. Dan geven we ook een likkie. En dan gaan we naar de volgende. Ook precies hetzelfde. Dit doe ik ook namelijk. Tijdens het draaien houdt het ook bij. Deze hoef ik niet meer te doen, maar die moet je constant blijven doen. Pappen deze. Zo. En dan de laatste. En de regelstroom. En klaar is Kees. Nou, hier gaan we naar de decompressiehendel. Dat is dit ding.
Die zorgt ervoor dat de klep open gaat. Tijdens toornen, anders krijg je hem niet rond. Want dan krijg je een compressieslag en dan krijg je hem niet doorheen getoornd. En nou ja, het is voor de decompressie. En die gaat dus zo omhoog. Dan zie je dus ook de stootstang omhoog gaan. En dit is, nou staat hij in zijn decompressie. Nou, dan gaan we de motor toornen. De toren aan je zeg. En het vierwiel. Nou, dan gaat hij. Nou, op stand zetten. Want een vierslinder moet je ook gewoon nog op stand zetten. Ja, als je hem draait, dan gaat het allemaal heel lichter. Waarom moet hij op stand? Nou, omdat met een zescilinder kan je namelijk gelijk starten. Maar met een viercilinder, dan kom je niet helemaal uit. Want wilt hij nog wel eens in de stand staan, dan kom je lucht niet uit. Dus dan start hij gewoon niet. Dan moet ik nog één keer in de rondte. En het is ook wel een voordeel, want als je zuiger of water op je zuiger hebt staan, dan merk je dat ook. Als je start met water op je zuiger, dan gaat het ook niet goed. Dus eigenlijk wel ook beter voor je eigen geweten ook. Heet dat waterslag? Dan krijg je waterslag, ja. En dat kan ook in één keer helemaal fout gaan, als er te veel water op je zuiger ligt. Zo. En wat kan er dan gebeuren? Nou ja, je koppakking er dus uitblazen. Of andere grote schade die je kan krijgen. Maar ja, nu weet ik zeker dat er niks aan de hand is. Dat is het voordeel van toornen. Oké, we gaan nu het stieldruk lager gaan smeren. Of de bijvullen, want er komt altijd een beetje uit. Maar dat moeten we zeker even doen. Dat we zeker weten dat hier genoeg olie in zit. Kijk. En dit lager zorgt er namelijk voor. Dit lager heeft te maken met de schroef, die wil naar voren, die drukt eigenlijk het schip naar voren. En hier zitten namelijk twee lagers in, dat is voor achteruit zit dit lager en voor vooruit zit hier het lager. Dat zeg maar, door dit lager komt er eigenlijk dat je boot voor en achteruit gaat. En te zorgen dat je motor niet, dat de stuurdruk niet naar je motor gaat, anders druk je krukas uit de lagers. Daar is dit lager voor, stuurdruk lager. Oké, nou dan gaan we dus de fles openzetten, de hoofdafsluiter. Die moet dan open. Als ik deze openzet, dan kan ik namelijk ook met de compressor vullen. En voor de lucht horen. Nou, we hebben nou net de hoofdkraan opengezet. Nou, dit is de kraan die gaat naar de motor. Dus deze kraan die geeft dus het lucht naar de laatste afsluiter die we dadelijk gaan bedienen. We hebben nu 17 bar in de fles. Nou, dat is ruim voldoende. Want we kunnen eigenlijk al met 14 bar kan ik nog starten. Maar altijd wat extra, dat maakt niet uit. Dus die ga ik nu openzetten. Dan gaat er dus linksom. Zo. Dus je hoort eigenlijk net al een klein stukje lucht er naartoe gaan. Zo. En nu staat de motor eigenlijk start klaar. Nou, we hebben dus getornd. We gaan de decompressiehendel dan weer naar beneden doen. Want anders gaat mijn start ook niet goed. Dus dan gaat de klep weer naar zijn oude positie. Dus ze gaat op deze manier. Plop. Nou, we hebben alle handelingen verricht. Alles gesmeerd. De motor staat goed. Afsluiters zijn open. Nou, dus het laatste ding wat we moeten doen om te starten is met dit hendel. Nou, daar gaat hij. Go, 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 go
Sinds wanneer heeft u de interlude? Interlude heb ik vanaf 2005. En hoe oud is het schip eigenlijk? Het schip is in 1901 gebouwd als stoomslepen assistent. Gebouwd voor de sleepvaartbedrijf Müller. En hij is gebouwd voor buiten de sluis van IJmuiden te varen. Dus het is eigenlijk ook een soort buitenschip. Zeg maar, ja, het is geen oceaanstomen, maar meer een buitenboot Noordzee. En daar is ook een heleboel informatie van de boot. Wat hij allemaal gedaan heeft op de Noordzee, Waddenzee. En ja, een hoop visserschepen van zee afgehaald. En boten die op de zandbank terechtkwamen. Ja, een aardig verleden. En waar vaart u ermee naartoe? Ik vaar hoofdzakelijk groot water. Omdat zijn diepgang, hij steekt nu 2,25. Hij is nou uit ballast, maar nog vrij diep. Het is ook echt een rondspand. Dus laat me zeggen, hij is niet als ik hem ergens neerzet, valt hij om. Dus laat me zo zeggen, als ik op een kanaaltje vaart, dan wil hij alleen maar de kant in. Hij stuurt zich eigenlijk helemaal. Je blijft hier aan het roer trekken in ieder geval. Nee, hij vindt groot water, daar wil hij heen. Dus klein water, niet goed voor deze boot. Sectorbotnet, Interlude. Interlude, Sectorbotnet. Bye.